We zijn vandaag op Noorderlicht, een hockeyclub in Amsterdam-Noord. En vandaag is er training voor de Funky. Funky is eigenlijk hockey voor hele jonge kinderen. En hockey is belangrijk, maar eigenlijk nog veel belangrijker is gewoon dat ze heel veel plezier maken. En ja, we zijn niet alleen bezig met hockey, maar ook heel veel met breed motorisch opleiden. Die samenwerking sport en zorg is belangrijk omdat we zien steeds meer bewegingsachterstand, bewegingsarmoede. Dat zien we op de basisscholen, de middelbare school. Maar wij vinden ook dat je vanaf jonge leeftijd kinderen moet laten kennismaken met verschillende vormen van sport. In dit geval funky binnen de hockeysport. En uiteindelijk doen we dat om ze uiteindelijk een leven lang te laten bewegen. En in dit geval hopen we natuurlijk ook een leven lang te laten hockeyen. Ik hoop dat we uiteindelijk gewoon weer een hele gezonde generatie ook weer kunnen afleveren straks. Ik denk dat het goed is om preventief te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat in dit geval jonge kinderen vanaf jongs af aan al gaan bewegen. Zodat die zorg misschien straks helemaal niet nodig is omdat ze gewoon hartstikke fris en vitaal zijn.